Wat ik doe, ik spring gewoon over het hekje, dat gaat niet. Kan ik stiekem hier langs de zijkant lopen? Het kan gewoon. Het moet gewoon. Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van No Limits 2. We gaan natuurlijk weer meerdere achtbanen bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. En het allereerste mailtje komt van een gozer die altijd comment en die altijd pretpark opstuurt. Ik hoef eigenlijk niks meer te vertellen, deze is natuurlijk van Timo Co. En zegt het volgende. Beste Vincent, deze keer heb ik mijn beste park ooit naar opgestuurd. Er zit heel veel custom trees in, er zijn veel bloemen en bosjes en ze zijn allemaal custom. Dus dat is wel vet. Er zijn ook heel veel rocks om de achtbanen en tussen de achtbanen in. De drie achtbanen zijn een CGI wooden coaster, een Kesslauer familie coaster en een Kesslauer infinity coaster. Hopelijk vind je het allemaal super gaaf. Nou, ik ben benieuwd Timo Co. Je zegt al dat het de beste park wordt die je ooit hebt opgestuurd. Dus dan ben ik altijd heel benieuwd. En tijdens het laadscherm heb je ook leuke fotootjes van de achtbanen. Nou, het ziet er inderdaad heel leuk uit. Echt kleurrijk ook. En we zijn het een beetje gewend van jouw pretparken die je opstuurt in je achtbanen. Ze zijn altijd soepel, ze zijn altijd goed. En voor mij is het altijd heel moeilijk om een keuze te maken welke het beste is. Dus mij erg benieuwen. In ieder geval, ik heb heel erg zin in alle drie deze achtbanen. Hij heeft ook gezegd bij de Kesslauer familie coaster dat ik die waarschijnlijk het leukst ga vinden. Maar misschien verandert mijn mening nog wel. We gaan het zien. Oké, en we zitten op een plateautje. Dat doet me denken aan een ander park dat hij wel eens heeft opgestuurd naar mij. Die had ook zo'n soort plateautje. Maar het is wel een heel ander park, dus wees niet bang. Waar ga ik als eerst in? Ik zie daar al een achtbaan die gaat omhoog. En schitterende omgeving trouwens. Ik zie de houten achtbaan. Laten we gewoon langs de Vrije Valtoren gaan. En dan gaan we gewoon lekker naar deze houten achtbaan. Ziet er al heel tof uit. En we kunnen ook gelijk plaatsnemen. Dat is mooi. Dat is relaxed. Weet je wel, ik voel me net een koning hier. Ik kan gelijk gaan zitten in een leeg terreintje. Er staat ook helemaal niemand. Het hele park is afgezet alleen maar voor mij, voor koning Vincent. En dat is alleen maar tof. Dit is in ieder geval de houten achtbaan, de Nighthawk. En als ik het zo zie, echt schitterend. De teaming is fantastisch. En wanneer het poortje open gaat, dan kan ik in ieder geval gaan zitten in het karretje. We gaan natuurlijk vooraan. En wanneer dat allemaal dicht gaat, dan gaan ook de beugels dicht. En dan gaan we even trekken vanaf het station naar de opdakeling. En volgens mij gaat hij vrij hoog. Ik gok wat dat in kilometer of 60, 70 maximaal of minimaal moet halen, bedoel ik. Maar misschien maximaal dat hij wel nog harder gaat. Want hij heeft een beetje in een berg gebouwd. Of in ieder geval allemaal van die heuvels gemaakt. Dus misschien dat hij wat lager ligt dan het landniveau. Dus misschien gaat hij wel wat sneller dan ik had verwacht. Maar ik gok 70, 80 misschien als ik het zo zie. En we gaan in ieder geval, 70 km per uur. Dat is een mooie snelheid. Gaan we langs het station. Heerlijk jongens voor die airtime. We houden de snelheid er goed in. Mooie bochtjes, scherpe bochtjes over het water heen. Bijna een helix voor mij hier zo. En gaan we langs het ingangeerstationnetje. Gaan we onder de baan door. En volgens mij is het een vrij kleine rit. Maar dat houdt het ook gewoon heel erg spannend allemaal. Nee, hij gaat nog lekker door. Dat is gaaf jongens, kijk eens even. Best een hele toffe rit als je het mij vraagt. Langs die rotsen en die bergen, hier tussen die rotsen in ook. En dan komen wij de remmen en zo naar het eindstuk. Ik vond het echt een fantastische rit. Dat meen ik echt serieus. Dit was echt een prachtige achtbaan. Moet je kijken hoe die erbij ligt. Schitterend gemaakt. Echt mijn complimenten voor deze Nighthawk. We gaan door, de rotsen hier. En volgens mij is hier de ingang van de volgende achtbaan. Of is dit de uitgang? Dit is zeker de uitgang. Wat ik doe, ik spring gewoon over het hekje. Dat gaat niet. Kan ik stiekem hier langs de zijkant lopen? Het kan gewoon. Het moet gewoon. En dan hopelijk kan ik dan hier instappen. Even kijken. Yes, we gaan ervoor. We gaan er zeker voor. Het karretje is onklaar. Daarom, ik wou niet te lang wachten. Dit is de Valkyrie. Of de Valkyrie. En volgens mij is dit niet de familie coaster als ik het zo zie. Maar dit is dan waarschijnlijk de Kesslauer Infinity Coaster. Daar komt het op neer. En dat doen we hierna de laatste achtbaan. En dat is dus de familie coaster. En die zou dus het vet zijn. Maar ik vind deze al super gaaf. En ik ben benieuwd naar deze. De Kesslauerbaan Valkyrie. We gaan recht omhoog. Weer prachtige constructie van de ondersteuning. En we kunnen een beetje in de omgeving kijken. Misschien zien we... Ja, ik zie al de familie achtbaan. Daar zo aan de linkerkant dus de houten achtbaan in. Dus die doen we dadelijk als laatste. Maar niet als laatste van de aflevering. Ik had nog een park gedownload. Maar blijkbaar ziet mijn No Limits niet dat het een park is. Dus ik ga even controleren wat er aan de hand is. We gaan in ieder geval naar beneden. Met ruim 93 km per uur. Gaan we langs die schitterende omgeving. Wederom weer schitterend. En heerlijk jongens. Hier krijgen we waarschijnlijk flinke airtime. Langs die rotsen zelfs onderdoor. Als een soort tunneltje. Gaan we hier over de kop. Heerlijk. Over het water heen. En weer een schuinbocht over die rotsen. Het is heel mooi gedaan. Ik vind het fantastisch. Je zult ook nooit knikjes in die achtbanen vinden. Hij kan dit spel gewoon. Hij speelt het gewoon fantastisch. Ik ben benieuwd wanneer je verder gaat werken aan
nieuwe projecten. In ieder geval, je hebt hier het station al een leuk geteamd met die rotsen die er overheen gaan. En dat is al een beetje custom made natuurlijk. Want ik had vorige keer voorgesteld van, je bent zo goed in het bouwen van achtbanen. Het is nu al de hoogste tijd om je eigen custom stations erbij te maken. Maar dit ziet er al fantastisch uit. We gaan door met de Odin. En de Odin zal dan waarschijnlijk mijn favoriete achtbaan moeten zijn. Of de best of leukste. Want ik hou altijd van familiecoasters. Maar in dit geval wordt het wel een hele lastige keuze. Want de houten achtbaan was ik toch eigenlijk wel over te spreken. In de positieve zin. Dus ik denk dat die best wel een hoge kans maakt in mijn mening eigenlijk. Daar gaan we naar de optakeling vanaf het station. Hij gaat nog vrij hoog voor een familiecoaster. En ook een grote baan. We gaan ook over het water heen weer. Hij heeft de omgeving weer perfect gebruikt voor de volgende coaster. En er bovenaan gekomen gaan we in ieder geval met een spiraalbochtje naar de eerste drop. En waarschijnlijk gaat hij wel 40, 50 kilometer. We gaan zelfs in een leuk tunneltje met allemaal rotsen. We halen sowieso de 60 kilometer. Dat is een mooie snelheid voor zo'n familieachtbaan. Hij moet natuurlijk niet te snel gaan. Leuk die bochtjes. Dat maakt het echt super gaaf. Hebben we hier de remmen? Oh, dit is ook zo'n heerlijk baantje. Jongens, hoe kan ik nou een keuze maken uit zulke achtbanen? Als iemand zulke prachtige coasters naar me opstuurt. Volgens mij zit er ook nog een lancering verderop. Maar we gaan het even zien. Nou, hebben we hier een beetje van die slalombochtjes. Doen we weer denken aan de Seven Dwarf Mine attractie. Er zullen wel veel meer attracties bestaan. Maar voor nu, is dit een lancering? Ja, komt een lancering zelfs naar boven. Dat is even spectaculair. Kijk eens jongens. Dan gaan we waarschijnlijk in 3, 2, 1. En we gaan langzaam omhoog. Met ruim 45 kilometer gaan we nu wat sneller. In de volgende lancering. Bijna 70 kilometer per uur. En dan halen we echt een flinke snelheid van 70. Dat is mooi. Dat is zeker mooi. Dat hij gewoon even dat durft te nemen, die snelheid. Heel gaaf. Heel vloeiend. Ook grote bochten gebruikt. En ook een compacte achtbaan ervan gemaakt. En hier aangekomen komen we bij het einde. Dit was echt een schitterend baantje. Echt waar. Een prachtig park. Zoals je al eerder zei, het is echt super tof gedaan. Moet je kijken, dit is echt een groot park. En ook met die rotsen, die doen het hem zeker in een positieve zin hier zo. Ongelooflijk. Oké, ik weet niet of we een ander park kans maken. Wie weet, ik ga er nog eentje downloaden. En die gaan we nu ook gelijk bestrijden. Ik had een beetje geknoeid aan de bestandstype. Park Le Rollercoaster. En hij ziet hem nu wel in mijn game. Alleen, toen ik hem ging opstarten, het crashte met No Limits. En het ging allemaal niet goed. Dus ik heb even teruggemaild dat hij eventjes opnieuw zijn park moet sturen in een goede formatie. We gaan in ieder geval door met de kinderachtbaan. En die is opgestuurd door Mijn Toon. Oftewel groetjes Dario. Die heeft wat meer achtbaan opgestuurd. Hallo Vincent, ik stuur je bij mijn derde achtbaan naar je op. Ik denk dat je hem leuk vindt, want het is namelijk een kinderachtbaan. En ik heb zelfs omgeving toegevoegd. Veel plezier met deze achtbaan. Ik ben benieuwd. We gaan hem bestrijden. En ik zie al hele leuke kleurtjes. We vertrekken al vanaf het station. En dan doen we ook de snelheid erbij. Het is natuurlijk een beetje triest dat zo'n achtbaan als dit gelijk moet opnemen tegen al die andere achtbanen van Timo. Alleen misschien zijn er mensen die deze achtbaan gewoon veel vetter vonden dan die andere drie. Dat kan natuurlijk. Jullie hebben allemaal andere meningen. Dus daarom is het allemaal niet erg super vet. Ik ben erg benieuwd. Ik zie daar al een helix. Voor een kinderachtbaan is dat best wel spectaculair. Dan gaan we naar beneden met 45 km per uur. Gaan we weer langs die berg. Hoppakee, nog zo'n schuine bocht. Gaan we weer naar beneden. Gaan we om zo'n andere berg heen met zo'n leuke boom in het midden. Ziet er leuk uit. Een tunneltje. Nou, dit is zeker een leuke attractie. Gaan we hier lekker met de remmetjes langs het water. Nou, zeker een compacte achtbaan. Leuk geteamd ook. Ook zo'n windmolentje erbij. Gewoon ook zo'n huisje nog hier zo. Netjes gedaan hoor. Ik doe het je niet na. Dus ik vind het zeker weten leuk gedaan. Laat in de comments weten welke achtbaan jij het vetst vond. Ik denk toch dat ik voor... Oh, dit wordt een hele lastige keuze. Ik ga denk ik voor de houten achtbaan. Maar ik twijfel tussen de kinderachtbaan en de houten. Dus eigenlijk heb gewoon alle coasters hebben gewonnen in mijn ogen. Zelfs deze. Maar ik kan eigenlijk weinig keuze maken. Maar als ik moest kiezen zou het de houten achtbaan worden. Laat in de comments weten welke achtbaan jij het vetst vond. En volgende keer vanavond zijn we terug met een nieuwe aflevering van No Limits 2. Doei doei! Wil je meer van dit soort achtbaanvideo's? Abonneer dan in het midden van het scherm op mijn kanaal. Dankjewel! Ja, dat moest met een raar stemmetje. Ik wou ze origineel zijn. Zo, ik wil eigenlijk de video nog niet afsluiten. Ik wil het namelijk hebben over dit kanaal, DaVinci Style Limits. En dat is een kanaal wat bijna een jaar lang al inactief staat. En dat heeft een reden. Ik ben namelijk ontzettend druk bezig met dit kanaal, mijn gamekanaal. Twee video's per dag en soms zelfs drie video's. Het is best wel lastig om dan ook nog heel veel tijd te geven aan mijn DaVinci Style Vlogs en DaVinci Style Limits. En dat komt omdat eigenlijk die
video's die ik eigenlijk voor die twee kanalen doe, die plaats ik eigenlijk op mijn gamekanaal. Zodat mijn gamekanaal eigenlijk ook een beetje vloggen is. Omdat ik daar gewoon veel meer publiek op heb, is het ook veel leuker om natuurlijk meer te laten zien. Zodat mensen ook gewoon weten wat je aan het doen bent als je gewoon lekker aan het vloggen bent. En natuurlijk achtbaan aan het bestrijden bent. Maar ik heb een leuk idee voor dit kanaal. Misschien dat ik wel weer ga beginnen met gewoon wat uploaden voor DaVinci Unlimited. Laat in ieder geval ook weten in de comments wat jullie ervan vinden. En het idee was om dan Steam Workshop achtbanen te gaan downloaden. En dat ik dan met een komische act of komisch commentaar, dat we dan eigenlijk die achtbanen gaan, dat we daar ingaan samen met een vriend. Of dat die een keer langskomt hier zo. Of dat we samen gaan kijken naar die achtbanen en commentaar geven. Lijkt me heel leuk om iets daarmee te doen. Laat het weten in de comments. Als je ideeën hebt, laat het ook weten. In ieder geval, ik wil wel de mailtjes gewoon blijven doen op dit kanaal. En dan zou ik eventueel andere achtbanen die mensen over de hele wereld hebben gemaakt, die zou ik dan eventueel op mijn DaVinci Limits kunnen uploaden. Laat het weten dus. Mijn vlogkanaal, misschien dat het ook weer actief gaat worden. Maar ik moet gewoon even kijken hoe het allemaal loopt. En in ieder geval, laat vooral een duimpje achter. En tot de volgende keer. Dit wou ik gewoon even kwijt aan jullie. Want ja, ik weet dat het kanaal bestaat. Ik weet ook dat er soms wel eens een vraag naar is. Maar we moeten eigenlijk gewoon eens kijken of we dat een keer weer met een leuk nieuw intro kunnen opfrissen. Gewoon weer een soort van nieuwe start. Ik weet niet hoe lang ik dat ga volhouden. Maar dat zien we dan wel weer. In ieder geval, laat het weten. Tot de volgende keer. Doei doei.